Maar wacht eens, dat is de vader van Kenny. Voor ik jullie de namen geef van de geselecteerde spelers voor het Japanse team, zal ik jullie voorstellen aan de bondscoach. Ik ben Percy Travis en ik zal het nationale team trainen. Fijn om jullie te ontmoeten. Ja, maar coach Hillman, ik begrijp niet waarom u de selectie niet gaat trainen. Dat is omdat meneer Travis veel beter in staat is om goede resultaten met jullie te behalen. Het is beter zo. Goed dan. De namen van degenen die zijn geselecteerd. Jude Sharp. Ja. Axel Blaze. Ja. Xavier Foster. Sean Frost. Ja. Nathan Swift. Scotty Bennion. Hurley Kane. Ja. Thor Stoutberg. Darren LaChance. Jordan Greenway. Ja. Ja. Caleb Stonewall. Austin Hobbs. Archer Hawkins. Ja. Ja. Jack Woolside. Present. Gefeliciteerd, mijn beste Jack. We hebben me geselecteerd. Je bent het voorbeeld voor iedereen die vanaf het begin bij Raymond is geweest. Todd Ironside. Huh? Wat? Ben ik ook geselecteerd? En dan tot slot Mark Evans. Ja. Goed, dat zijn de 16 gekozen spelers. Gefeliciteerd, maatje. Had ik niet genoeg klassen? Ze hebben mijn talent niet erkend. Niet huilen, Isaac. Ik zal je altijd troosten. Het komt wel goed. Hij heeft moeite om met lastige situaties om te gaan, hè? Jude. David. Succes. We zijn echt trots op je, weet je. Bedankt. Mark. Ja? Huh? Jij moet vechten voor alle spelers die niet gekozen zijn. We rekenen op jou. Dat zal ik doen. Ja! Vanaf nu zijn jullie de Japanse selectie. In Azuma, Japan. De hoop van een heel volk rust op jullie schouders. Evenals die van degenen die niet het geluk hadden om geselecteerd te worden. Ja, coach. Ja! Luister goed. De weg naar de overwinning zal lang zijn. Zijn jullie er klaar voor? Ja!